Luchtvaartbasis Schilderijen opent vandaag haar poorten voor de luchtmachtdagen. Nou, zoals jullie allemaal horen, een oorverdovend spektakel met allerlei luchtshows. En ik ben heel erg benieuwd wat ze hier van Brabant vinden. Wat vind jij nou van Brabant? Ik vind Brabant de meest complete provincie van Nederland. Nou ja, Brabant is top, hè? Ons Brabants dialect, dat moeten we toch vasthouden, of niet? Ah, vind ik ook. Ja, reet gezellig natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja. Want? Nou, we zitten zelf in Brabant op de KMA. En het is natuurlijk echt een hartstikke goede uitgaansstad. Dus leuke studentenverenigingen daar en goed stappen. Wat denk jij nou aan bij het horen van Brabant? Aan een worstenbrood. Bier drinken. Zachte G. Carnaval, hè? Nou, luchtmacht is wel redelijk Brabant. Met Geelserijen en Volkel. Brabant heeft alles te bieden qua werkgelegenheid. Het is in Brabant leuk wonen. Dat kun je ook altijd zien, want mensen komen graag vanuit andere provincies van de Randstad naar Brabant toe. Economisch is Brabant sterk. Gezelligheid en biertjes drinken en gezellige kroegen. Wat vind jij nou een typisch Brabants bedrijf? Breda Stenbouw, waar wel een vriendin van mij werkt. Typisch Brabants, goh. Nou ja, Albert Verlinden woont er natuurlijk, dus zijn productiebedrijf, V&V Producties. Philips. De twee economisch sterke regio's, zoals Eindhoven met zijn high-tech campus. En Breda met zijn aansluiting op de HSL. Ja, mijn eigen bedrijf waar ik zelf werk. Welk is dat? Ja, ik werk op het crematorium. Ja, crematorium in Breda. Ja. Oké, crematorium Breda. Nou, die hebben we nog niet gehoord vandaag. Klompen maken doen ze ook nog, hè? Ja. Wist je dat? Nou, dan moet je in best zijn, hè? Dan worden klompen nog steeds gemaakt. Unidek? Nee, Bavaria. Ja. Bavaria natuurlijk. Wat vinden jullie nou innovatief aan Brabant? Voornamelijk de randweg Eindhoven, dat ze eindelijk fatsoenlijk bereikbaar zijn, dat ze dat flink verbeterd hebben, dus op vervoersgebied. Wat vind jij nou echte Brabantse sporters? Brabantse sporters? Iedereen Wüst? Ruud van Nistelrooy, ja zeker. Dankie van Gunsven uiteraard. Tim Lips op het gebied van eventing. Jury van Gelder, Guus Meeuwis. Ja, Brabantse sporten, NAC, Breda en Willem II, PSV, Den Bosch. Je bent wel stof van voetbal, of niet? Ja, vind ik wel leuk. Nou, de vliegtuigen gaan hier nog wel even door. Zoals je hebt gehoord, de mensen hier vinden Brabant op allerlei gebieden erg divers. Volgende keer zijn we er weer bij Festival Mondiaal. Doei!